Eisenhower was de man in de Tweede Wereldoorlog die de coalitie bij elkaar hield. Die al die haantjes bij elkaar hield en uiteindelijk ervoor zorgde dat die coalitie gewonnen heeft. Dat is Eisenhower. Dus misschien is het vanavond het uitreiken van een Eisenhower-prijs wel een aardig stapje in de richting waar we met z'n allen heen zullen. De winnaar is, misschien was het al even duidelijk door de presentatie waar archiefonderzoek even naar voren kwam, is Anne van Wijk. Absoluut niet te wachten om te winnen. Nee, ik had zelfs tegen mijn ouders gezegd dat ze die moeten komen. Al wat we ook van Trump vinden, één ding weten we zeker. We're in for a bumpy ride. En ik denk dat dat wel klopt.